De Franse Audrey Azoulay is gekozen en officieel geïnstalleerd tot de nieuwe directeur-generaal van de UNESCO. Dit gebeurde tijdens de 39e sessie van de Algemene Vergadering van de UNESCO. Het is de eerste keer dat een vrouw uit de Arabisch-Afrikaanse regio de positie van President of the General Conference of the UNESCO mag bekleden. Surinames ambassadeur in Frankrijk, Reggie Nelson, heeft namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het woord gevoerd. In zijn speech heeft hij onder meer aangegeven dat Suriname onlangs de Convention on Intangible Heritage heeft geratificeerd en dat het directoraat cultuur haar bijdrage zou blijven leveren aan de bescherming van het immaterieel erfgoed. Het immaterieel cultureel erfgoed, dat is de niet tastbare gewoonten of gebruiken van vroeger. Het is de kennis die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties.